De Vereniging Surinaamse Winkeliers, VVS, is positief over de aankondiging van de regering om de prijzen van basisgoederen omlaag te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen, mogen importeurs hun US-dollars tegen de unificatiekoers betrekken. VSW-voorzitter Raymond Hasnou zegt dat dit positief zal doorwerken. Omdat op die manier dan met objectsubsidie heb je dan een aantal basisgoederen die dus dan goedkoper verkocht worden, waardoor de koopkracht van de winkelier ook nog een beetje verbetert. Niet de koopkracht van de winkelier, maar van de consumenten, dat we meer verkopen. Toch? Dus we zijn wat dat betreft wel blij. Consumenten die hebben minder te besteden. Die koopkracht is sowieso gedaald. Het blijft maar gestadig dalen. Dus mensen kopen nu efficiënt en ze kijken wat ze dagelijks dringend nodig hebben. Dat kopen ze. Maar die dingen zijn ook duur in de winkel. Dus wij willen wel dat de regering die maatregelen treft. Dat zaken goedkoper aan de man wordt gebracht in de winkels. Toch? En we hebben onze vaste lasten die we moeten betalen elke maand en zo. Dus als er maatregelen komen vanuit de overheid en alles is toe te juichen. Dus we staan met wat dit betreft wel achter de regering. De bedoeling is dat de prijzen van basisgoederen geleidelijk aan met 20% omlaag worden gebracht. Voor Hasnou is dit niet een aanzienlijke verlaging, maar wel een begin. De regering moet meer duidelijkheid geven over dit percentage. Dus dat is voor mij nu even een vraag. Hoe gaan we daarmee om? Hoe hebben ze dat uitgerekend en hoe komen ze aan een 20% verlaging? Want er wordt genoemd toch door de ministerie, gezegd, kijk, we willen dat de goederen goedkoper worden, 20%. Hoe komen ze aan die 20%? En waarom 20%? Want het is wel toe te juichen, het is een begin voor ons. Maar ja, 20% ga uitrekenen in de winkels. Het is niet zo geweldig veel. Als het de helft was van wat het nu is, dan zouden we wel springen in de lucht. En vooral de consumenten van EI. Zaken zijn met bijna de helft goedkoper geworden. Raymond Hasnou, voorzitter van de Winkeliersvereniging VSW, over het plan van de regering om de basisgoederen omlaag te krijgen, om de prijzen van de basisgoederen omlaag te krijgen. De ministeries van Economische Zaken en Financiën hebben gisteren hierover overleg gehad, samen met de winkeliersverenigingen, de consumentenkring en importeurs.